Céline Dept, Belgische superster op TikTok. Die video's zijn een fulltime job. Ja. Ja, oké. Oh, Emma, pas op van de blauwe auto. Oh, happy birthday to you. Dit is echt allemaal rood. En best, amai, er is echt veel rood eigenlijk. Lust je dat? Oh, mooi, kijk eens. Vandaag hebben we echt een super leuke challenge. Want vandaag gaan wij 24 uur lang alles eten in één kleur. Oh my god. Ella mag kiezen welke kleur. Mag Ella kiezen? Ja, wacht, ja. Ik ga kiezen. Nee. Oké, okay, ja, Ella mag kiezen. Ella? Ja. Hier even was ze niet op voorbereid. Rood. Oeh. Ja, dat is wel een leuke kleur. Dat is een uitdaging, toch? Ja, dat is wel moeilijk. Dus vandaag gaan wij alles eten in het rood. Amai. Dan heb ik eerst een vraag voor jullie. En wat denken jullie als eerste als jullie denken aan rood voedsel? Dus hebben jullie gereageerd? Dat is nu aan Soleil. En wat denk jij als eerste? Tomaten. Ah ja, dat is mooi. Ik dacht er zelf niet aan. Jij? Goed zo. Ik denk aan paprika's. Of is het paprika's? Dus wat is het? Paprika's. Ja, paprika's. Dus we denken wel alle drie aan iets anders. Ja, wat wil zeggen, zouden we al minstens drie dingen kunnen eten. Ja, dat is wel super. En ik ben benieuwd aan wat jullie denken, maar ik ben nog meer benieuwd naar de like goal van deze video. Want Ella, voor hoeveel likes gaan we? Oh, oei, oei, ja, ja. Ik denk 30.000. Ik ben ervan overtuigd. We gaan voor 30.000. Ja. Oké, okay, Ella, high five. Lukt dat? Ja, dan lukt Soleil, high five. Yes. En wij gaan dan nu naar de winkel om rood voedsel zeker? Ja, dat is goed. Want wij hebben diezelfde kerstman. Die is al rood, maar die heeft geen rood voedsel, denk ik. Kerstman, heb je rood voedsel? Een rood pakje. Oei. De kerstman. Maar het is leeg, denk ik, toch? Nee. Ah, en Amer is daar met een rode jas. Amer is al in de sfeer. Dit lijkt echt afgesproken, maar dat was het niet. Dat was het niet. Nee. Zit er iets in? Oei, het is leeg. We moeten naar de winkel. Yes. Let's go. Aangekomen bij de winkel. Wacht, ja, het is nog altijd een nieuwe camera. Want bij jullie zeiden. Ja, want jullie zeiden thuis, deze camera is beter. Maar ik vind dat eerlijk gezegd ook. Het beeld was echt mooi. Ja, en Ella, kijk. Oh, Ella, pas op van die blauwe auto. Oei, oei, oei. Oei, oei, oei. Ella, lukt het of niet? Nee. Oei, 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 oei. Ja. Oh, pas op van de auto's. Oei. Dit is niet echt een voorbeeld, Ella. Er was net iemand die vroeg om een foto, ja, dus klopt. Ella, haar rijkunsten werden even onderbroken, maar... Oké, okay, is het file, Ella? Oh, ja, Ella is echt... Dus, wel, ik denk dat het file is. Ik denk dat het verkeerd. Oh, 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 oh. Alles goed? Oh, ben je jarig? Oh, misschien moeten we wel zeggen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Wat is jouw naam? Ik ben een verjaardag. Hoe? Alizé. Alizé. En hoeveel jaar ben je geworden? Oh, wacht. Oh. Happy birthday to Alizé. Happy birthday to you. Hippie piep. Ella, wat zeg je dan? Oh, het is weer een jarige. Solina op de foto. Happy birthday to you. Wat is jouw naam? Brella. Brella met een N. En hoe oud ben je? 10. Iedereen wordt 10 vandaag. We zijn eindelijk in de winkel geraakt. En ik ging iets aanduiden en Ella zag direct waterbloed. Maar dat is groen, hè, Ella? Nee, van binnen is het. Ah, ik ging je even testen. Goed gedaan. En ik ging dit tonen. Dit is een mengeling van sinaasappel en aardbei. En hier, neem dat maar mee, dat is rood. We moeten drinken vandaag. Nee. En misschien moeten we nog één meenemen. Oh, ja, is dat niet meer paars? Nee, we gaan niet moeilijk doen. Neem dat maar mee, Ella. En dat is gezond ook, dat zijn druiven. Oké, en dit ook. Ella, hier, alsjeblieft. Lust je dat? Met citroen, denk ik. Ja. Dus of mandarijn. Nee, met aardbei is het. Ja, het staat erop. Met sinaasappel en aardbei. Ja. Oh, 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 oh. En bessen, amai, er is echt veel rood eigenlijk. Wacht, die zien er de lekkerste. Ja. Ja. Geef jij nu die aardbeien een kus? En zelfs onze zak is rood. Hé, hey, we zijn wel echt pro.
Hier liggen dus de paprikas of de paprikas. Nee, Ella, ik dacht eigenlijk aan zo een. Oh, dat is zo satisfying. Die zijn heel spicy. Ah, oei, die zijn spicy. Maar ik lust eigenlijk geen paprikas. Dus we gaan dat misschien niet meenemen. Nee. Ik wel, maar ja. Oei. Alleen is ook maar alleen. Maar neem eentje voor jou. Eentje. Nee? Oké. Wortels zijn oranje, Ella. Dag. Ella, vanavond kunnen we wel tomatensaus eten, toch? Dit is echt allemaal rood. Hey, daar komt Celine. Alles is hier echt rood, kijk. Dit is tomatenpasta. Ja? Dat is gezond. Oké. Okay. Huppa. En nog iets, of is dat alles van hier? Ben je het al alles? Oké. Okay. Tomatenketchup? Ja, kunnen we ook meenemen. Oh. Hey. Ella. Wat had papa in de kar gelegd? Salami, dat is ook rood. Ja, inderdaad. Amer, wat doe je allemaal? Water, nee. Oh. Of is dat voor jou, Amer? Dat is voor mij. Oké. Dan mag. Dan ben jij officieel uit de challenge gesloten. Officieel. Speculoos. Nee, dat is niet rood. Ondanks dat de pot rood is, is dat niet rood. We kunnen ook tomatensoep meenemen. Ja, dat is heel makkelijk. Ja, en dat is rood. Ja, toch? Ja, maar, we kunnen dan ook direct ketchup meenemen. Dus hier tomatenketchup in de kar. Huh, maar wacht, wat ligt hier allemaal? Maar dit is van Amer. Alles wat niet rood is, is niet van ons. Deze eten wij altijd. Ah, oké. Okay. Sorry mevrouw, neem dan die maar mee. Nee, dank je. Ella is altijd aan het dansen, hè. Is dat een TikTok-dansje? Ja, hè? Ja. Oh. Hey. Boom! Ja, dat was al mooi. Even applaus voor jou. Mooi gedanst. Oh, Celine moet meedansen. 3, 2, 1, stop! Don't touch me there. This is my dance. Oké, okay, we moeten doorzoeken naar rood voedsel. Kom. Celine, stop. Ja, we weten dat je verslaafd bent aan TikTok, maar kom even voortdoen. Hier zie ik rode snoepjes. En het is een volledig rek vol snoepjes. Maar in verschillende kleuren, maar dit is echt gewoon rood. Ella, lust je dat? Goed gevangen, Ella. Die zijn wel lekker, toch? Perfect. Voilà. Dan ga je kijken naar de boekjes. En wie staat er hier? Ik ken die van ergens. Céline Dept, Belgische superster op TikTok. Die video's zijn een fulltime job. Huh? Maar ik ken die van ergens. Huh? Wacht even. Wacht. Wat is het? Oh, die lijkt op u. Ja, dat is. Ja, die lijkt enorm op u. Oh, maar ja, ik heb ook een tweelingzus, hè? Dat wisten jullie nog. Céline Dept, ben jij Céline? Nee. Ik ga dat maar terugleggen dan. De inkopen zijn gedaan. En kijk, Ella zit op de privé-taxi. Het is wel een goede privé-taxi. Alright, Ella is terug van haar danswedstrijd. Yes. En we hebben 2 maal supergoed nieuws, want... Ella heeft 2 keer de eerste plaats veroverd. Veroverd of veroverd? Veroverd. Oh, oké. Ella, proficiat. Je bent natuurlijk de beste. En ik heb gehoord uit betrouwbare bron dat jij hebt gedanst tegen meisjes die 3 jaar ouder zijn dan jou. Ja, Ella stoeft niet graag, hè? Nee, dat is waar. Ze heeft daar moeilijk maar mee. Maar echt waar, Ella, je mag trots zijn op jezelf. Want dat is echt wel super zot, hè? Ja. Ella. Misschien is het tijd voor een vreugdedansje. Ja. Go, Ella. Go, Ella. Vreugdedansje. Oh. When I felt that thing. Hey. Oh, en je hebt een rode broek aan. Hey. En iedereen. Oh, ja? Oh, ja. Dat is van een collectie van de hip-hop. Yes, tijd voor het eten. Ja. En Amer gaat ons helpen, want mochten we het alleen doen, zou het niet goed komen. Nee, dat is waar. En Amer is een echte Italiaan. Ongeveer toch? Ongeveer. Dat zit al goed, hè? En we moeten dus beginnen met... Wat is dat? Tomatensaus. Ja. Oké. Dat is nog makkelijk. Dat kent iedereen. Ja. Dus, wat is de eerste stap, Amer? Doe maar. Ja, doe maar. Ik maar. Ja? En dan een beetje smeren, hè. Oh, mooi. Kijk eens. Voilà. Dat is wel satisfying. Ja. Hij heeft het al vaker gedaan. Ja, heb je het al vaker gedaan? Ja.
Italiaanse bloed, hè. Misschien moeten we gewoon stil zijn, want als je dat gewoon filmt, naar schijnt, krijgt dat miljoenen views. Ah, ja. Dat klopt eigenlijk. Oké, nu staat Michiel om eens het mooie voorbeeld te tonen. Yes, ik heb ook Italiaanse afkomst. Oh, oh, oké. Nee, dat is niet waar, voor alle duidelijkheid. Dus, ja, oei, dat is wel al veel, hè. Nee, niet waar. Kijk, hup. Ja, ja, heel mooi. Hey, dus... Ja, ja, het komt wel in de buurt, het komt toch? Al een beetje op hetzelfde neer, maar hier, Amber, je mag voortdoen. Ja. Oh, geef het nu al op. Maar nee, dat belooft voor later. Gewoon beter. Celine is haar kapot aan het lachen. Celine heeft stress. Start maar. Nee, hoor de muziek. Oh. Ja, ja. Ja, Ella is dus les aan het geven aan twee meisjes. Dat is echt super zot, want Ella coacht. Oh, coached. Zeg dat moeilijk. Ja, ja, ja. Zeg jij dat? Coacht. Ja. Die twee meisjes. En ik denk dat we gewoon eens moeten kijken. Ja, oké. Okay. Ik hoop dat ze niet verzitten of zo. Ja, hamer. Pizza is klaar, Celina, pizza is klaar. En ja, voor jullie opmerkingen beginnen geven, want ik weet wat jullie thuis nu denken. Die pizza's... Die pizza heeft groen, inderdaad. Is niet volledig rood. Maar dat heeft een heel makkelijke verklaring. Want daarnet is de mama van Ella naar beneden gekomen. Ja. En dus de levenspartner van onze kok Amer. En Amer is aan het eten. En Sandra heeft dus nog een paar ingrediënten toegevoegd. Ja. Zonder dat aan ons te vragen. Dus Sandra, bedankt voor de ingrediënten. Maar ja... Die is niet meer rood. Nee. Maar ja, dat is ook wel echt moeilijk, hè. Ja, maar ja, we hadden een volledig rode pizza, hè? Ja, maar dit is wel iets beter. Ja? Dus jij bent wel tevreden met Sandra haar toevoegingen? Ja. Ja, oké. Okay. Alright! Hey. Baby, vond jij het lekkere pizza? Ja, super lekker. Ella, wat vond jij ervan? Lekker! Ja? En jij? Ik vond het ook lekker, maar Ella heeft vooral heel wat dansles gegeven. Ja, dat is en waar. En Ella heeft dat super goed gedaan, want de meisjes waren heel gelukkig, heb ik gehoord, toch? Ja. Maar Ella stoeft niet graag, hè? Nee. Als wij stoeven op Ella, is dat Ella is altijd verlegen. Ja. Dat is wel een mooie eigenschap. Dat is een mooie eigenschap. Maar soms mag je wel eens van jezelf zeggen, Ella, ik heb dat goed gedaan. Ik heb dat goed gedaan. Fantastisch. Voor hoeveel likes gaan we, Ella? 30.000. Ja, moeten we wel halen. Jullie bedankt om te kijken. Hopelijk vonden jullie dit ook een superleuke video. Net zoals ons. En wij zien jullie in de volgende video. Peace!